Vrijdagavond bij Veronica, het laatste nieuws over de Ocean Race. Nog nooit is Bouwe Bekking zo dichtbij de overwinning geweest van de Volvo Ocean Race. In de komende etappe kan alles nog veranderen. De 10e etappe is er een van zeer wisselende omstandigheden. De start kenmerkt zich al door zeer weinig wind. De Nederlanders kijken er naar uit. Hier zijn zij mee opgegroeid. Mensen moeten niet vergeten, ik woon daar vlak in de buurt. Ik heb daar vele uren doorgewacht op het water. Dus ik denk dat er gewoon een x-aantal dingen zijn waar ik gewoon betere knowledge heb dan wie dan ook in de vloot. De Ocean Race, vrijdag rond middernacht bij Veronica.